Heel hartelijk welkom. Ik wil eigenlijk eerst voor alle anderen welkom te heten met gebed openen. Vader in de hemel, hier aan het begin van ons voorjaarconcert willen we eerst tot u komen. Wilt u vanavond met ons zijn, ons helpen, zodat alles ordelijk mag verlopen tot ere van uw naam. We bidden ook voor onze koorleden die hier vanavond niet kunnen zijn door ziekte of andere omstandigheden.
wilt u ook bij hen zijn met uw nabijheid en met uw zegen. Zoals altijd bij onze uitvoeringen willen wij ook met dit concert zingend getuigen van wat uw grote liefde voor mensen was, getoond in het zenden van uw zoon naar deze aarde. Wilt u daarom onze medewerkers, dirigenten en koorleden begeestigen met uw kracht, dat dit tot uitdrukking mag komen. Past ons u te danken voor alle hulp en zegen die wij in de voorbereiding hebben mogen ontvangen en vertrouwen ons de rest van de avond aan u toe. Alleen uit de genade en om Christus wil. Amen. Dames en heren, jongelui, wij namens het koor bestuur van Christelijk Mannenkoor het Harde heet ik u hartelijk welkom op dit voorjaarsconcert. En het valt ons waarlijk niet tegen, na zo'n mooie dag, u toch allemaal hier aan te treffen. Ik heb al vaker gezegd, in Oldenbroek zit een behoorlijk gedeelte van onze trouwe toehoorders. We merken dat met de kerst en nu ook weer. Uw komst is heel erg op prijs gesteld. Wij wensen u om die reden dan ook een hele goede avond toe. Speciaal willen we welkom heten onze dirigent. Ik heb zijn vrouw niet gezien. Ja, toch. Welkom. Onze tweede dirigent, meneer Soeterij, en zijn vrouw. Welkom. Dan onze medewerkers, Johan Brevoort, die hoort bijna bij het meubilair. Moet nodig geknapt worden. Onze accordeonist, Harm van den Berg, die over onze CD te beluisteren is. Jeroen Meijer is voor onze nieuwe. Heeft een balalaika meegenomen. Is daar verschrikkelijk druk mee, maar kan daar heel mooi op spelen. We stellen ons er veel van voor. Dan even Bronstein, onze koorbariton. Veel sterkte vanavond. Ja, deze. Die er niet is en wel op het programma aangemeld staat, is onze tenor, koortenor. Die is 14 dagen geleden zijn stem kwijtgeraakt. En ik wil er geen gekkigheid over maken, maar hij zoekt daar nog naar. Dus kan vanavond gewoon niet zingen. Daar valt voor in. Een andere tenor van ons koor, en dat is Hartger Brummel. Hartger Steven. Dan willen we ook Henk van der Maten welkom heten, en ik denk dat ik daar straks even terugkom. Ik weet niet of er leden van het gemeentebestuur aanwezig zijn. Als ze er zijn, van harte welkom. Heren van de pers, ik weet het niet. Van harte welkom. Ik zie Annette Essersen. Ja! Ook een trouw beeld bij onze concerten. Heel erg wel. We hebben nog wat huishoudelijke regels. Dat hoort zo te moeten zijn. Na afloop is de cd-verkoop in de hal. De lotenverkoop is in de pauze. Ik heb mooie prijzen gezien al. Dus, als u van gebak houdt, zou ik zeker loodjes kopen. Koffie in de pauze worden op twee punten in de zaal, als ik het goed heb, aangeboden. Applaus. En we nemen echt aan dat u dat doet hoor. Ja, gun ons die lol maar. Na de afloop graag. En misschien mogen de koor en de medewerkers na afloop als eerste de zaal uit. Ook hartelijk welkom, ik weet niet of ze er zijn, want ik was wat aan de laatste kant, aan onze gele kaarthouders. Dat zijn mensen die doorlopend bezoek hebben omdat hun mannen oud-koorleden waren en overleden zijn.
In ieder geval die mensen, als ze er zijn, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dat is best moeilijk. Verder heb ik geen mededeling meer en wil ik het programma afwerken. Bedankt voor uw aandacht.
Thank you.
Oh,
klappert in de verte de stem der eeuwigheid. Een pad van steen haast versleten, waarop de tijd voorbij. Een duur waar mensen staan te brengen.
gaan helemaal naar de maan, maar ik kan de microfoon nauwelijks aankrijgen. Ik wens u een hele fijne pauze en ik hoop dat u tot zover van de zang heeft kunnen genieten. Tot straks, graag. En Vince. De andere Paul. Vince. Ja.